Zoek jij een baan als servicemedewerker in de bouw? Nou, dan moet je dus weer bij Patrick Berghuis zijn vanuit zijn bureau Get Work. Patrick, goedemiddag. 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 Een servicemedewerker in de bouw. Ja, de eerste vraag is natuurlijk altijd, wat houdt die baan nou precies in? Heel divers. Dat dacht ik wel. Ja, heel divers. Ja, het is, je wordt eigenlijk ingezet, in dit geval door de gemeente Lelystad. Die krijgen allemaal tickets van mensen die bijvoorbeeld in sociale huurwoningen wonen. Van misschien hangt er een deur niet goed of een raam of er is wat kapot. En dan word jij ingeschoten en jij moet dat gaan herstellen. Maar het is een Swifterband. Heb bij me op Swifterband staan? Nou, dat zie ik inderdaad staan, dat het over Swifterband gaat. Oh, dan moet ik dat. Jouw baan als servicemedewerker bouw in Swifterband. En ja, ik weet. Maar het kan zijn dat de woningcorporatie in Lelystad zit. En dat je moet uit gaan voeren. Het bedrijf is inderdaad, die zit in Swifterband. Heb en ik het toch gaat goed. Om inderdaad de gemeente Lelystad. De gemeente Lelystad, ja, gaat dus, over. Zo zit het in elkaar. Ja, ja, ja. Dus het is een hele leuke, diverse baan. Eigenlijk voor misschien mensen die uit de bouw komen. Die misschien het wat te zwaar vinden worden of wat dan ook. Die alsnog wel dat willen gaan doen. Een soort huismeester eigenlijk, maar dan op locatie. Ja eigenlijk wel. Ja, misschien of is het meer adviserend? Nee, het is wel echt uitvoerend. Ja, okay. Inderdaad. Dus een beetje conciërge misschien ook wel, als je dat zo bekijkt. Ja. Ook een klusje zo links en rechts doen, wat eventjes ter plekke opgelost kan worden. Ja, zeker. Ja, dan moet je inderdaad ter plekke, dan ga je daar naartoe. En dan, dan krijg je een opdrachtenlijst mee van wat er allemaal is aangevraagd. En dat moet je gewoon gaan herstellen. Ja. Dus daarom is het echt divers. Elke dag is het anders. En je krijgt elke dag weer andere problemen. Dus een raam gaat niet meer dicht. Ja, de deur die klemt. Ja. Weet je, dat soort dingen. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk is dat, wat ik al zei, van mensen die bijvoorbeeld uit de bouw komen, die het... die het nog steeds leuk vinden om te doen. Misschien wat zwaar beginnen te worden. Is het eigenlijk best wel leuk. Ja. Want je komt ook op heel veel plekken. Je gaat van links en rechts ga je er naartoe. En, je komt heel vaak gewoon bij de mensen thuis. Dus koffie zit er altijd wel in. Ja, dat is zeker waar. Ja, dat moet wel. Ja. Gouden handjes moet je natuurlijk wel hebben. De opleiding lijkt me hier wat minder relevant. Ja en nee. Kijk, het ideale plaatje is natuurlijk mensen die een bouwopleiding als een timmerman of wat dan ook hebben gevolgd. Maar mensen die ook heel handig zijn, dat staat ook gewoon vrij om te reageren. Want er wordt minder veel vastgehouden aan de opleidingen. Als je echt wat kan. Mensen die willen wel eens een bepaalde switch gaan maken ergens op een bepaalde leeftijd. Maar die wel altijd heel erg interesse hadden in het bouwvak. Ja, die kunnen ook gewoon reageren. En dan zeggen ze ook echt geen nee. Als je gewoon laat zien dat je het kan, dan ben je van harte welkom. Klinkt best leuk, leeftijd mag je natuurlijk helemaal nooit meer vragen tegenwoordig. Het is gewoon maandag, vrijdag. Maandag tot en met vrijdag. 9 tot 5, 8, 4. Ja, zoiets. Ja, ik vroeg me trouwens nog even los van deze vacature iets af. Mag je nog steeds zetten, voorkeur gaat uit naar een man of vrouw? Mag je dat? Mag ook niet meer? Nee, eigenlijk niet. Nee. Soms wordt er wel eens een onderscheid gemaakt. Als het echt specifiek op een bepaalde vacature van toepassing is, maar dat is bijna niet, dan mag het wel. Maar, wat voor vacature zou dat dan bijvoorbeeld zijn? Nou, hier staat bijvoorbeeld ervaring in de bouwtechniek als timmerman of klusjesman. Ja, maar dat heet gewoon, je hebt geen timmervrouw. Dat wordt onder dezelfde noemer genoemd. Maar het is inderdaad wel een opmerking die wij wel eens krijgen. Hoor. Ja, dus dat is helemaal geen gekke opmerking. Maar bijvoorbeeld naar de leeftijd. Kijk, als je ergens wil gaan werken en er wordt bijvoorbeeld alcohol geschonken, dan wordt vaak wel de leeftijd bijvoorbeeld naar 18 gezet. Omdat het wat makkelijker maakt. Moet je minimaal 18 zijn, maar je mag er niet inzetten maximaal 30 of zo. Dat mag niet. Nee, dat mag helemaal niet. Juist voor dit soort vacatures heb je iemand nodig die al ruim jaren ervaring heeft. Ja, al ben je met pensioen. Ja. We hebben mensen ook die aan het werk die al de 65, 66 zijn gepasseerd. Die dat kan gewoon. Ja, zeker. Ja, er zijn ook bedrijven die hebben als policy dat ze dat niet doen. Pensioenschrijven de leeftijd is die leeftijd. Bij ons gewoon lekker reageren. We hebben meerdere mensen aan het werk die leeftijd hebben. En het zijn vaak hele loyale en trouwe werknemers. Dat is echt een heel groot verschil. Als je dat met de jongere generatie waar is. Ja, zeker waar. Er zitten nog wel eens wat klaplopers tussen. Hè? Ja, mag niet te veel zeggen. Nee, maar okay. Dit komt wel af, Het salaris. Wat bieden jullie allemaal voor deze servicebaan? We hebben hem ongeveer gezet met een bandbreedte tussen 2800 en 3200 euro. Dat kan zeker ook wel hoger. Want vaak als mensen dus, even weer het voorbeeld, vanuit de bouw komen. Dat zijn dat best wel bedragen die veel voorkomen. Soms zelfs ook nog wel meer. Praten kan altijd. Dus het is in ieder geval even de insteek van, hier moet je ongeveer aan gaan denken. Heb jij meer? Ik noem maar wat, ga je naar 4, 5, 3600 euro? Laat het even weten. Er valt echt wel een mouw aan te passen. En dan, mensen zijn tekort. Dus moeten af en toe ook wel. Ja. Ja. Daarom, je kan gelijk aan het werk. Ja, je kan meteen. Ja. Ook eigenlijk alle vacatures die we hier wel hebben behandeld. Ja, liever gisteren dan vandaag. Ja. Liever vorige week al. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Zijn er nog andere zaken die belangrijk zijn, die het vermelden zijn? Rijbewijs. Ja, want je moet inderdaad echt wel van hot naar her af en toe. Dus een rijbewijs, dat heb je nodig. Je doet het niet op de fiets. Nee. Dat is te ver. En het VCA-certificaat, wat is dat? Nou, dat wordt vaak ook
in de bouw wordt dat gegeven. Dat is eigenlijk een soort certificaat dat je weet hoe het er aan de bouw aan toe gaat. Sociale hygiëne voor de horeca. Veiligheid. Nou, dat vind ik eigenlijk een mooi voorbeeld inderdaad. Ja, het is ook, heeft te maken met veiligheid. Nou, dat eigenlijk mensen die hierop reageren hebben het vaak ook wel hoor. Oké. En dat is... Wanneer doe je bepaalde beschermingsmiddelen aan? Ja, dat... en waar staat dat voor en dat soort dingetjes. Ja. En mocht je dat niet hebben, maar je hebt wel de affiniteit en weet ik veel wat allemaal. Dan kan het allemaal gehaald worden via ons. Dat is een keer een avondcursus. Wij bieden een boek aan. Dat is, ik heb die cursus ingesproken. Het is nog best wel zwaar hoor. Ik heb hem ook zeggen. Moeten halen. Ja? Ja. Oh, hoe vond je dat het deed? Nee, ik heb hem niet met... Oh, hier was een beetje onduidelijk. Nee, wat hartstikke duidelijk. Oké, dat is goed. Dus Patrick Berghuis, dankjewel. Alle informatie natuurlijk via 088-4389-675. Of loop even binnen bij Get Work. Zo is het. Dankjewel.